wat doen jullie om mensen hier naar binnen te lokken? Want ik zelf, ook al kom ik niet uit Arnhem, wist helemaal niet dat hier bouwplanners was. Nee. Hoe pak je dat aan? Nou, dat is inderdaad nog even, het is nog in ontwikkeling. Het is nog heel, het is allemaal nog jong, zeg maar. Dus, en zeker ook omdat je met zo'n grote groep mensen samenwerkt, is het lastig om meteen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar de bedoeling is dat er, ja, er is een website inmiddels, dat is www.perron026.nl. Die werkt niet. Nee, dat klopt. Er wordt aan gewerkt. Het punt is een beetje het internet op dit moment. Maar de bedoeling is dat die toch echt eind van deze week volledig online gaat. En daar zal ook de informatie op te zien zijn. Daarnaast is de Facebookpagina wordt actief onderhouden. Dus dat is misschien nog wel een betere plek om in eerste instantie te kijken. Er is ook een flyer ontworpen. En de bedoeling is ook dat daar een poster bij komt. En die poster zal ook door de stad verspreid gaan worden. Dus we zijn er mee bezig. Tot hoe lang? Tot in ieder geval eind december. En we hopen langer. We hopen dat we iets uitstel krijgen dat we hier langer kunnen blijven zitten. Of dat we door kunnen schuiven naar een volgend project misschien. Maar in ieder geval tot eind december, dus 31 december. Dan zal er ook een groot feest worden georganiseerd als afsluiting in ieder geval.